Hoi, ik ben Fleur. Dit is Roze Marijn. En wij laten jullie zien welke dieren wij allemaal in het dierenverblijf hebben. Als we hier in het dierenverblijf binnenkomen, zorg ervoor dat we een stofjas en werkschoenen aandoen. Ook zorg ervoor dat we haren in staal doen en onze handen even goed desinfecteren. We zijn hier bij de konijnen en cavia's. We hebben een heleboel verschillende soorten rassen van de konijnen. Hier leer je tijdens de praktijkles het hanteren en fixeren van een konijn en cavia, de gebitscontrole te doen en geslachtsbepaling. We hebben hier ook een Vlaamse reus. Deze weegt wel meer dan 6 kilo. We hebben veel verschillende bekende knaagdieren, zoals muisjes en ratten. Maar we hebben ook wat onbekendere knaagdieren, zoals de chinchilla, de gerbil en de degu. Dit is ons kippenverblijf. Ze hebben ook een uitloop naar buiten. Hier leer je alles over de gezondheid van de kippen en hoe je ze hanteren en kan fixeren. We zijn hier bij de vogels. Hier leren we over de verschillende soorten vogels en welk voer ze krijgen. Daarbij hebben we hier een instructieruimte waar we het hanteren en fixeren leren. Om te denken aan dierwelzijn ruilen we de vogels om de paar minuten om. Om ervoor te zorgen dat niet elk dier continu aan de beurt is. We hebben zoals je ziet heel veel vogels hier. Hier zitten onze terrariumdieren. We hebben een verschillende aantal dieren hier op school. Bij deze les heb je geen stofjas nodig, want deze ruikt naar de geur van knaagdieren. Wat ik leuk vind aan het dierenverblijf is dat we dus heel veel leren over verschillende dieren die je natuurlijk niet allemaal thuis hebt. Mijn favoriete dieren zijn de konijnen en ratten, maar in het dierenverblijf zijn dat ook de slangen en de vogelspinnen.